sta hier op de Stompwijksweg, nummer 15. Tegenover de Drie Molens. En hier achter mij bevindt zich Heesterlus. Dat is een paradijsje op aarde. En daar gaan we vandaag een kijkje nemen. Ga je mee? Aan Persky Vossen heeft haar tuin vol prachtige heesters en bloemen. Deze roos is Papamayan. En Papamayan was rooskweker in Frankrijk. Het was dus, een opa, dit is al derde generatie. Opa Mayan was straatarm en liep over de grens van Italië naar Antibes. En heeft daar een rozenkwekerij begonnen. En die is wereldberoemd geworden. Nu derde generatie rozenkwekers. En er is een boek ook over hem geschreven. For Love of a Rose. Een heel ontroerend boekje. En deze roos, naar hem genoemd, vind ik de meest ruikende, gewoon heerlijke zoete parfum. Achtige geur, heerlijk. Water is het centrale thema van haar tuin. Je ziet het, 1, 2, 3, 4, 5 bakken. En dan geen brug, maar dat het dus als ik bij de keukentafel zit, aan en de keukentafel zit, dat je zo de beesten voorbij ziet gaan. Ik heb ook een klein konijntje. Die loopt hier ook rond. En er lopen natuurlijk veel vogels rond. En egels. Ik heb met de tuin heb ik dus veel assen aangelegd. In de voortuin is dus die cascade een as naar het huis toe. En achter, het hele pad naar achteren, is ook een grote as. Omsloten door fruitbomen. Assen geeft vergezicht. Dat is een mooi effect in de tuin. De bomen. De bron van het leven. En het eindigt in een vraagteken. Achter heb ik dus een vraagteken in het beeld van de vijver gevormd. En dit is het begin, de bron. En we weten niet hoe het leven eindigt. Dat is een vraagteken voor een ieder. In haar tuin staan ook veel planten die niet zo gebruikelijk meer zijn. Dat is een stewartia. Een heester die je ook niet veel ziet. Het jammer is dat de mensen de variëteiten niet kennen en daardoor niet meer bestellen. En dan willen de kwekers ze ook niet weer voortkweken, want dan zeggen ze er is toch geen vraag naar. Maar juist daarom moet je door deze tuin lopen. En ik vertel de Latijnse naam wel. En dan kunnen ze besteld worden bij de kwekers. En hierachter staat dan de Weisse Fontaine in volle bloei. Want die cornissen bloeien in juni en juli. En dan zetten ze met Moederdag in België op de graven deze rode roos, Moederkesdag. En daar heb ik hier een heleboel van aangeplant. Lief, hè? Ja, het lijkt ook wel dubbele rozen. Het is een lekkere doorbloeiende roos. Ja, prachtig. Moederkesdag. En dan met die paarse papavers erachter. Ja. Geweldig. Ja, is natuurlijk wel, maar alles in de natuur is natuurlijk een moment. Dit is een paar weken en dan is het weer wat anders. Dus dat is eigenlijk het mooie. Tuin verandert altijd. 'S Winters is die ook nog mooi, want ik heb overal knotwilligen gezet. Dat is een hele mooie botanische roos. Rosa mundi, Rosa versicolor, Rosa York en Lancashire. Hij heeft drie namen, die roos. Dit is een hele mooie, makkelijke roos, Guirlande d'Amour. Wat een prachtige naam. Ja, ik vind het een prachtige naam. Guirlande d'Amour. Hele mooie naam, Guirlande d'Amour. En een makkelijke roos en heel goed winterhard. En hij heeft een overdadige bloei. En na de tweede en de derde bloei zijn minder overdadig. Maar wel zo leuk.
deze clematis heet Prins Charles. Dus ik heb ze maar ver uit elkaar gezet. Prinses Diana aan de overkant van de cascade en deze kant Prins Charles. En dit is de kleur, precies dezelfde als de blauwe regen. Deze erigeron heb ik gekregen van mevrouw Kanneman. Zij was een beroemde tuinarchitecte en had zelf in Neerlangbroek een hele mooie tuin. Hele leuke plant, maar ik noem hem mevrouw Kanneman. Ik noem hem uit de kluiten gewassen madeliefje. Ja, ja. Dit doopvont is een erfenis van haar moeder. Die heeft dit gekocht in 1933 bij een antiquair. En het komt uit de kapel van kasteel Binkhorst. En hier zit een plant in en die is meer dan 100 jaar oud. Ik heb erin gezet een Crassula glauca. En dat is eigenlijk van de hele familie. Want mijn grootouders hadden deze Crassula al. Dus hij is dik over de 100 jaar oud. En hij gaat 's winters in de kas en 's zomers zet ik hem in dit doopvont.